Frans Maassen, ja, jouw koers komt eraan. Hè? Ik denk dat je ze wel al een preek hebt gehouden om te motiveren. Dat hoeft niet, want dan worden ze niet geselecteerd. Hè? Dus, je wordt alleen geselecteerd als je 100% gemotiveerd bent. En anders hoeven we ze niet te hebben in Limburg. Hè? Dat weten ze, dat heb je hun duidelijk gemaakt. Ja, maar dat leeft heel het jaar door, dus dat weten ze. Dat ze, ja, het is ook de mooiste koers in Nederland sowieso. En ja, als je hier niet gemotiveerd voor bent, ja, dan kun je beter stoppen. Hè? Wat betreft het team, Dylan van Baarle is hard gevallen, afgevallen voor deze wedstrijd. Hoe hebben jullie dat opgelost voor toch een hele belangrijke klassieker voor jullie? Ja, goed, dat hoort bij wielrennen helaas, valpartijen. En deze keer was het aan Dylan om neer te gaan. En ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke pion voor ons die wegvalt. Maar ja, goed, we hebben met Attila Valter en met Thies Benoot twee mannen die een goede finale moeten kunnen rijden. Winnaars? De winnaar is natuurlijk Pogacar, zeggen ze allemaal. Dus maar ja, iedereen weet dat hij gaat winnen. Dus misschien kunnen we eerst samen iets bedenken dat hij niet gaat winnen. Betekent voor jullie misschien dat jullie de koers anders gaan aanpakken? Nu jullie niet een uitgesproken favoriet zoals bijvoorbeeld de Wout van Aert in jullie midden hebben? Ja, waarschijnlijk wel. Als de kans zich daartoe leent, dan moeten we misschien wat eerder anticiperen. Maar ja, goed, de finale is zo lastig vanaf Loorberg zeg, tot Keutenberg, dat is man tegen man en dan kun je niet heel veel winst meer pakken op de beste man, omdat het daar zo hard gaat. En, maar ja, we moeten zien hoe de koers loopt. Hoe heb je ze voorbereid? Wat heb je meegegeven aan hun? Want ja, ze zijn niet zo ervaren in deze toch wel lastige koers. Nou, Thies was vorig jaar derde, dus die weten wel, Jos van Hemden die kent het hier goed. Sam Omen die weet het ook allemaal wel, dus de meeste mannen weten meer dan de concurrentie. Dus we hebben het hier nog goed getraind. We hebben Valter twee dagen eerder laten komen om het extra parcourskennis mee te kunnen geven. En ja, we gaan zien of dat genoeg is. Dat is een beetje de revelatie van dit seizoen, die renner die je noemt, Valter. Ik vind het wel. Ik was positief verrast. Ik heb eigenlijk alle koersen met hem gedaan dit jaar. En ja, het was echt een belangrijke schakel. In Camino, in Tirreno, in Strade Bianchi en afgelopen week in Baskeland had hij echt super werk gedaan. En nu kan hij een keer voor zichzelf rijden. Valt hij onder de coaching van jou? Zit jouw renner? Het is niet echt mijn renner, maar toevallig hebben we allebei dezelfde koersen gedaan. En 100% scoren. Dus dat was mooi. Hier morgen weer staan. Wanneer ben je tevreden? Ja, wanneer ben ik tevreden? Ja, we gaan voor het podium en wat ik zeg, het is voor iedereen heel moeilijk om Pogacar te kloppen. Maar je weet nooit.